altijd eens zijn met je prospect, met je potentiële koper. En daarmee bedoel ik, probeer discussie, wrijving, irritaties te vermijden. Probeer het te vermijden. En daarmee wil ik niet zeggen dat je moet liegen tegen je prospect. Ik wil niet zeggen dat je mensen andere dingen moet gaan voorhouden. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, voorkom dat je in discussie raakt met iemand. Voorkom dat het een wel eens niet eens verhaal wordt. Stel iemand zegt, nou ik vind blauw echt een hele mooie kleur. En iemand anders zegt, ja maar blauw is echt een lelijke kleur. Weet je, waar gaat die discussie over? Dat gaat toch nergens over? Het is vanuit de optiek, vanuit het perspectief, vanuit de prospect gezien misschien een hele mooie kleur. Ik vind blauw persoonlijk een hele mooie kleur. Ik vind rood ook een mooie kleur. Dat zijn kleuren, ja, die je bij mij vaker terug zult zien. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders dat ook mooi vindt. Iemand anders kan paars bijvoorbeeld een hele mooie kleur vinden. En dan kan ik wel zeggen, nee, stomme kleuren en daar moet je helemaal niks mee doen en paars, weg. Maar ja, vanuit de ogen, vanuit die andere persoon, die vindt paars gewoon mooi. En dan kan ik wel die discussie gaan voeren, maar dat wil ik dus niet dat je dat gaat doen. Ik wil graag dat je dus vanuit het perspectief vanuit die andere persoon, dus vanuit de ogen vanuit die persoon gaat denken, hey, paars. Ja, nou ja, paars, ja, waarom niet? Paars is gewoon een kleur en ik hoef daar geen mening over te hebben. En ik kan gewoon zeggen, ja, dat is inderdaad een mooie kleur. Punt. Want op het moment dat jij die discussie aangaat, creëer je wrijving. En je wilt zo min mogelijk wrijving creëren. Want wrijving zorgt er dus voor dat je niet op één lijn komt. En als jij hier zit en die persoon zit hier, moet je zorgen dat je allebei een beetje in het midden uitkomt. Maar jij als verkoper moet uiteindelijk meer naar die persoon schikken, als dat die persoon naar jou moet schikken. Want hoe meer je samen op één lijn gaat komen, hoe makkelijker je die persoon kunt verkopen. Hoe makkelijker je aan die persoon een product kunt presenteren. Dat die persoon denkt, hey, dit product wil ik wel afnemen, want jij bent een aardige persoon en jij begrijpt mij. En daar gaat het om, het stukje begrip. Dus je wilt niet liegen, je wilt begrip tonen. Je wilt begrip hebben voor de situatie van de ander. En dat kan alleen als je voorkomt dat je ruzie gaat maken, dat je discussies gaat maken. Want daar heb je niks aan. Dus zorg ervoor dat op het moment dat jij in gesprek bent met iemand en iemand heeft een mening over iets, stel dan jezelf altijd de vraag, hey, is dit iets waarvoor ik mijn eigen mening moet laten gelden? Is dit iets wat echt belangrijk is, wat afbreuk doet van mijn normen en waarden? Of is het iets waar ik gewoon tegen kan zeggen, hey, nou, vanuit jouw ogen begrijp ik dit heel goed. Waardoor je dus instemt met die persoon. En dat is het belangrijkste. Ik was laatst bij iemand. We gingen kijken voor nieuwe bureaus en nieuwe stoelen. En ik ben van mening, maar dat is mijn mening. Ik ben van mening dat stoelen rondom een vergadertafel op wieltjes moeten staan. Dat is mijn mening. Ik vind dat fijn. Ik vind het fijn dat iedereen aan een vergadertafel kan zitten en iemand een beetje heen en weer kan rijden. Als je de stoel pakt, dat die makkelijk ertussen, tussen een paar stoelen uitrolt. Dat je kunt gaan zitten en jezelf weer naar voren kunt duwen. Ik heb een beeld bij mijn vergaderruimte en de vergaderstoelen. Waarop die verkoper zegt, nee, wieltjes onder verkoops of vergaderstoelen in de vergaderruimte, dat is een beetje ouderwets. Je moet gewoon stoelen hebben zonder wieltjes. Weet je, wat zijn we dan aan het doen? Ik ben er toch van overtuigd dat ik dat prettig vind. Ik moet toch bij jou straks producten gaan afnemen. Ik wil toch graag die stoelen straks op een prettige manier kunnen gebruiken. Dan zit ik toch niet te wachten op een verkoper die tegen mij zegt, nee joh, moet je helemaal niet doen, dat is ouderwets. Ik kan daar niks mee. En dat wil je dus ook niet bij jouw prospect doen, ook niet bij jouw potentiële kopers doen. Als zij ervan overtuigd zijn dat zij een stoel met wieltjes willen, terwijl jij dat niks vindt, zeg gewoon, ja, dat is goed, geen probleem, gaan we even kijken naar stoelen met wieltjes. Ik vind paars een mooie kleur. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan even kijken naar producten met een paarse kleur. Zo simpel is het. Wees het daarom altijd eens met je potentiële koper. Niet liegen, niet bedriegen, maar zoek geen wrijving op. Vanuit de ogen van die ander, vanuit je ogen van jouw koper, is dat misschien de beste keuze? Is dat misschien de mooiste oplossing? Ga er gewoon in mee. Ga er gewoon in mee.